vond gewoon heel veel dingen te kort, vooral voor de eerste schooldag. Je maatjes goed geregeld, plaslijst goed geregeld, rijmaatjes, alles gewoon goed geregeld. Echt super chill. Zo leuk, vandaag voelt het echt al alsof ik de kinderen al ken. Ik merk gewoon dat dat niet nodig is om zo'n leuke band met de kids te krijgen. Maar in principe doet Sylvia maar niks op donker haar. Ik hou van strak. Omdat het hier zo relaxed is, denk ik. 600 calorieën of zo? Zei je tegen mij en dat je maar 10 kilo af mag komen? Zo gezellig! Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. De laatste keer dat ik zo vroeg opstond was echt op de laatste schooldag. Op de ene laatste schooldag. Wat erg dit, jongens. Ik ben gisteren echt heel dom, heel laat gaan slapen. Gewoon heel weinig kleding. Dus ik wist gewoon niet wat ik aan moest vandaag. En het wordt heel warm. Dus ik ging kleren passen. En kleren bestellen. En uiteindelijk sliep ik echt om 2 uur. Nou ja, ik ging om 1:15 slapen. 11:15. Ik heb echt volgens mij 5 uur geslapen. Goed begin. Nieuwe week. Ik heb er wel zin in. Ik ben er helemaal klaar voor in principe. Maar iets van 5 tablets doen het nog niet. Het is nu 7:30 en ik wil om 7:45 weg. Nou, dit is dus het lookje. Veel te wijd rokje, maar ik vond gewoon heel veel dingen te kort. Vooral voor de eerste schooldag. Het is nu zo laat. Ik wil eigenlijk 10 minuten eerder weg. Ik ben nog gewoon op tijd. Rose earrings. Palmboomkettingje van Kuma. Ringetjes die ik elke dag om heb van Kuma. Echt mijn faves. Horloge en een nieuwe Calvin Klein sneakers. Dus leren jasje eroverheen en go. Ik heb er wel echt zin in. Zo, ik ben thuis. Ik heb natuurlijk niks gefilmd op werk, want het is mijn eerste dag. Het zal denk ik ook nog wel even wat... Zeker wat weken duren hoor, voordat ik weer wat in de klas ga filmen. In ieder geval wel na schooltijd of zo, maar niet tijdens schooltijd. De eerste kinderen een beetje leren kennen. Ik was dus vergeten HelloFresh te pauzeren. Ik heb het al heel lang niet gehad. Ik kreeg gisteren een appje om 4 uur wat HelloFresh bezorgd met allemaal gerechten die ik helemaal niet wil. En ik had dus Mardi Spoon voor 3 dagen besteld. Heel toevallig, want ik heb gisteren weer allemaal muggen vermoord. Mijn hele muur heeft het gewoon verpest. Maar ik wil een keer Mardi Spoon proberen, omdat ik dus de HelloFresh gerecht steeds niet lekker vind. En nu krijg ik dus HelloFresh. Ik zei, zet het maar voor de deur. Gelukkig stond het niet in de volle zon, maar een beetje in de schaduw. Dus het staat hier nu al. Het is nu bijna 5 uur en het is om 4 uur voor de deur gezet. Maar ik baal er dus van, want het zijn echt rare stamppot met spek en zo. Wat ik helemaal niet wil. En dat is gewoon 50 euro. Zo balen. Maar goed, ik ben best wel moe, maar dat dacht ik echt heerlijk. Ik had alles zo goed voorbereid op de tablets, hè. De tablets, ik heb uiteindelijk ze eerst laten tekenen en zo. Ondertussen zei ik, dan ga ik jullie tablets even regelen. En uiteindelijk deden alle tablets het. Dus dat was heel fijn. Wat leuk, hè, shirtje op Monday. Ik zag nog mijn kindjes van mijn oude klas. Buiten spelen is nu met beide groepen 4 en met 5B. En 5B is mijn oude groep 3. En ik zeg altijd, ik heb gewoon mijn eerste klasje zoveel. Het is gewoon altijd bijzonder of zo. Ik heb gewoon een paar meiden in de klas met wie ik ook vorig jaar... ook nog steeds buiten speelde. Dus ik speel al 3 jaar nu met ze buiten. En met die meiden heb ik het gewoon zo gezellig. Dus het is gewoon maar echt geweldig dat ik weer met hun buiten speelde. Dat vond ik heel leuk. En ook mijn nieuwe meiden erbij en zo. Super gezellig. Vandaag 1 les maar gedaan. Taal, nieuwe woordjes. Verder heel veel tablet uitleg. Lekker gekletst. Heel veel verteld en uitgelegd. Super veel informatie voor die copies. Maar ik weet nu alles. Dus ik kon alles zo meteen goed uitleggen. En ja, weet je, maatjes goed geregeld, plaslijst goed geregeld. Dat had ik volgens mij al gezegd. Gewoon rijmaatjes, alles gewoon goed geregeld. Echt super chill. En het is wel weer even dat je denkt, oh ja, ik heb weer gewerkt. Ik ben weer kapot. Want ik dacht, ja, als ik thuis kom van mijn werk, ga ik niet meer alleen maar tv kijken. Maar ga ik lekker dingen doen. Want vaak ga ik dan om 11 uur naar boven om te slapen. En wil ik boven nog allemaal dingen doen. Dus ik dacht, doe dat dan daarvoor. Maar ik ben zo moe. Dus ik ga nu kijken of ik een fresh maaltijd kan bereiden meteen. En dan ga ik echt chillen. Maar ja, ik moet ook iets van 30 orders maken voor de sale. En de eerste orders zijn we vorige week maandag. Dus ik moet die morgen versturen. Dus ik moet orders maken. Mijn weekvlog moet echt online. Dus het leven is weer begonnen. Het drukke leven van Charlotte. Ik moet koken. En het is al 5 uur. En ik wil eigenlijk om 10 uur naar bed. Want ik sta 6:30 op. En ik ben super moe. Maar het was echt een goede, fijne dag. Ja, top. En ze vond het heel leuk. Dus dat is ook fijn. Goedemorgen. Ik heb weer iets aan wat ik niet heel leuk vind. Ik heb gewoon even niet zoveel om aan te trekken. Dus... ja, dit is de look. En ik moet nog een beetje make-up op doen, maar ik ga vast lekker in de auto zitten. Jeetje, het is net een keukenschort. Het moet zo. Maar ik wil gewoon niet te kort, dus... dag. Zo leuk, vandaag voelt het echt al alsof ik de kinderen al ken. Ze komen hier aan, ik zie dat ze helemaal blij zijn. Allemaal trouwens op zagen. Echt allemaal.
sommigen echt heel blij. Ja, ik denk knuffelen en zo. En dan mijn moeder die dan zei van, oh, ze was heel blij uit school gekomen gisteren. Ze vond het helemaal leuk. En dat zeggen ouders niet zo vaak. Dus dat was echt super leuk om te horen. En helemaal goed naar de gym. Ik merk echt zo erg dat als je de eerste dag super goed gestructureerd hebt. En alles al klaar hebt wat ik zei qua regeltjes en taakjes en alles. Dat het zo fijn is voor de kinderen. Weten ze gewoon wat ze aan je hebben, weet je wel. Dus lekker. Ik ga even met je werken nu. 40 minuutjes en dan haal ik ze op van de gym. Ik had weer een hele goede dag. De kinderen waren sowieso heel blij om te zien. Dat vond ik echt leuk. Ik had gezegd van die ouder, nou super leuk. Ze waren echt blij om het te zien. Ik kreeg ook knuffels en ik merk, vorig jaar had ik ook een goede band met ze, omdat ik echt wel vaak lollig ben en een beetje anders doe en een beetje hip en leuk en grappige dingen doe. Maar dat heb ik nu nog helemaal niet gedaan en toch dat, merk ik dat niet nodig is om zo'n leuke band met de kids te krijgen, nu al. Dat ik nu ook nog eens heel erg gestructureerd was. Dat is heel erg lekker, wat ik zei, omdat ik nu gewoon precies weet hoe en wat. Ze ook meteen weten wat ze aan me hebben. Heel duidelijk qua regels, qua organisatie wat ik zei. Qua inhoud van de lessen. Ik weet het allemaal precies hoe alles werkt en wat we gaan krijgen. En wat je moet weten en welke materialen er fijn werken bij de dingen om uit te leggen. En ik vind toch wel dat als je in groep een jaar al hebt gehad, dus een groep 4 qua jaar, dat het wel echt zijn voordelen heeft. Ik dacht meteen, oh, dit snap ik niet. Oh ja, ik pak dit erbij en niet eens voorbereid. Maar dat heb je dan gewoon in je hoofd. Echt heerlijk. En gewoon meteen lekker begonnen met het positief benaderen. En ook duidelijk zijn, maar ook veel complimenteren. Echt gewoon top. Echt zo goed, zo fijn. Echt heerlijk. Dus daar ben ik heel erg blij om. Het is bloedheet, maar ik kan er dus tegen. Ik weet niet precies waarom. Het jurkje is best wel luchtig. Alleen mijn schoenen zijn echt hels. Super heet. Ik ga nu heel eventjes rijden naar Diemen, want ik wil gewoon heel veel naar de Action. Ik kan het morgen ook in Hilversum doen, maar ik heb in Hilversum niet heel lang de tijd. En ik heb echt zin om weer een Action Shop nog te doen. Dus als ik leuke spulletjes zie, ga ik dat doen. Ik wil ook wat dingen voor mijn klas nog wel kopen. Wat leuke dingen, misschien wat spelletjes of potjes. Even leuk, heb ik weer een keer zin in. Ik ben blij dat ik niet meer zoals vroeger ben qua Action Shop vlog en zo. Dus daar rijd ik nu heel eventjes heen. En dan ga ik vanavond heel veel bestellingen maken en mijn weekvlog editen. En dan moet ik morgen om 10:55 de deur uit naar Hilversum. Dus echt wel om 9:30 opstaan. Ik denk 9:00 opstaan. Orders wegbrengen en zo. En dan mijn haar doen de hele dag. Dus dat is echt, ja, tenminste 4 uur lang, maar dat is toch wel een groot deel van de dag. En dan heel eventjes langs mijn oma. En dan wordt in de avond, ik ben net even langs de fietsenmaker gegaan. Mag hier allemaal niet staan? Ik snap het niet. Ik denk dat het mag, maar ik weet het niet. Ik begrijp er niks van. Wow. Even langs de fietsenmaker, want dat is super dicht bij mijn werk. Maar gisteren had ik er echt de kracht niet meer voor en het was ook laat. Dus ik zei, is dat garantie? Ja, en hij komt me ook nog eens ophalen. Dus hij, als de winkel dicht is om 6:00, als de winkel dicht is, dan rijdt hij naar Muiden. Dus tussen 6:50 en 7:00 zei hij dat hij er was. Dit is een lekkere plek. Nou, adieu! Hallo, hallo! Ik heb een hele rare bril op. Ik ben onderweg naar Hilversum. Heel kort geslapen, helaas. Ik ga even koffie halen, want ik had geen melk meer, ik had geen brood. Misschien even snel een broodje halen. Ik kom nu om 40 bij Sushi Point aan, bij die gratis parkeerplek. En dan is het 13 minuten lopen, dus ik heb nu 7 minuten spelen. Ik ben niet te laat, jee. Dit soort afspraken kom ik ook niet te laat, dat vind ik echt super aan zo. Dus ik kan het dus wel op tijd komen. Maar heel kort geslapen, wel jammer, want dit is de vrije oplaaddag om even op te laden. En dat gaat hem dus niet worden. En ik heb mijn order nog niet gemaakt, een week vroeg in mijn laptop mee, kan ik hopelijk editen. Terwijl mijn verf erin zit. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig voor de verf, want ik wil eigenlijk niet een hele andere haarkleur. En dat heb ik nog niet echt duidelijk gezegd. Maar dat maakt denk ik niet uit. Eigenlijk ook gewoon mijn haarkleur wordt dan even opgefrisbeurd. Dus dat het echt deze kleur heeft. In plaats van charge and go. Mag ik daar niet staan? Irritant. In plaats van ik had het raar, want niet-elektrische auto's mogen wel op normale plekken staan. Maar wij mogen denk ik niet op de elektrische plekken. Dat lijkt me een beetje aan zo. Goed. Adieu. Dat vind ik toch wel echt living the good life voor jongens. Lekker een dagje vrij. Wel vroeg op, maar daardoor lekker een nuttige dag. En dan lekker gratis mijn haar laten doen. Cappuccino gehaald, snel geholpen. Ik kon nu 48 aan. Oeh, ik moet nu wel opschieten. Broodje zo.
wel weinig beleg. Vroeger vond ik dat heel erg. En nu denk ik, oh joh, weinig beleg is minder calorieën. Oké, ik ga snel rijden. En toen was mijn haar dus grijs geworden. Ja. En totdat mijn collega's echt zeiden van, je hebt grijs haar. Het was de hele onderkant, dat is er nu bijna uit. Want het is gewoon heel erg leuk. Helemaal grijs. Maar was je ook een stuk blonder, denk ik? Ja. Ja, want zilver shampoo pakt eigenlijk alleen het blond haar. Ja. Als je kijkt nu naar jouw haar, zal het niks doen. Misschien echt op de allerlichtste plekjes. Ja. Maar in principe doet zilver shampoo niks op donker haar. Okay. En dit dus, is wel cool, toch? Deze ja, want het enige wat je zou kunnen doen is dat cool masker wat je hebt, is het daarmee onderhouden. Want een coole, donkere kleur is ook weer heel lastig om te houden. Omdat donkere kleuren altijd warmte hebben. Dus dat is het lastige eraan. Ja. Dus, maar dit is eigenlijk dus wel net te licht, denk ik. Te licht voor jou, zeg maar. Vind jij te licht? Ja. Ja. Ja, of je moet zeg maar alles... Niet één kleur, maar alles donker maken. Ja. Of je zou dat licht iets verder naar boven moeten werken. Maar dan heb je dus een variatie. Nee, ik wil wel donkerder. Ja. Ja, want dan, wat ik wel kan doen, is de toner pakken. Maar dan met een iets hogere laatste percentage. Dat het wat dieper inkleurt en wat langer blijft zitten. Maar het vervaagt alsnog. Ja. Het scheelt wel dat je nu... Nou ja, dat is nu gelukkig wel zon en mooi weer. Maar je bent al op vakantie zo geweest, toch? Ja, haar is helemaal... Ik ben anderhalve maand geleden naar de kapper geweest. En het is echt helemaal dood. Weer. Ja, de zon droogt je haar wel uit en ligt het ook weer op. Dus het scheelt wel als je nu, dat je het nu doet en niet voordat je op vakantie ging. Ja. Want dan wordt je nog sneller licht. Ja, precies. En nu was je vak je haar? Ik probeer nu echt om de 4 dagen. Oké, top. En we gaan de aanzet iets donkerder doen. Met verschillende tintjes er zo in, zeg maar. Ik ga even zoveel mogelijk voor jullie proberen te filmen, want dat is leuk. Weet je, vorige keer toen ik bij de graduates was, vonden jullie het ook wel leuk om te zien. Dit is top. Kijk, goed shot. Ja. Instagram iets minder mooi. Zijn dat posters? Ja, toch? Ja, stickers eigenlijk. Oh ja, het lijkt net of het inderdaad in de muur zit. Het zit op de muur. Ja, vet. Even voor foto's. Oh ja, doe maar. Is het scherp? Ja. Nu wel. Oh, dus het zit hier. Dit is denk ik, omdat ik denk dat dit nog graduates is. En dit mijn nieuwe. Ja. En dit is wel mooier in de bocht. Ja. Ja. Wat grappig. Leuk dat je hier die hele lijn in ziet. Oh, dat is wel leuk. Goed voor. Ja, dat doe je nu voor. Ik ga nu even de color shine pakken. Ik ben benieuwd.
En die bak ik gewoon in kleur. Want je kan zeg maar daar ook nog een kleurtje aan toevoegen. Oh, maar, wat voor kleur dan? Ja, daar kan je echt maar één kleur doen. Dus als ik bijvoorbeeld, ik kan nu wel een koelere tint overheen pakken, maar dan wordt die helemaal donkerder. Ja. En dan is het weer één kleur. Dus dan hebben we eigenlijk het effect weer weggehaald. Dus ik pak gewoon kleur. Ja. Dus die zorgt echt gewoon voor die mooie glans. Ja, oké. Ja? Kijk, dit is het product. Je ziet net niet met alles zwart. Ja, het is niet donker. Ja, je ziet het wel net. Maar haar was best meteen... wel tof, hè? Van kleur. Ja, er kan altijd glans mee. Ja. Maar dan moet je zo meteen wat je even lekker ingepakt vinden. Een soort vers houtfolietje in de magie. Ja. Oh, ik ben nog nooit onder een kap geweest. Ja. Volgens mij. Dat is zodat het warmer wordt, toch? Ja. Is die zo ergens vervelend? Nee, lekker. Ik hou van strak. Ik kan wel gewoon voelen, dus het warm, maar je wel een beetje. Ja. Heel eventjes achteren, dan gaan we uit zo bedanken. Oh, ik ben helemaal zo slaperig. Lekker, hè? Ja. Jongens, ik ben helemaal slaperig geworden. Echt, gewoon, mijn wallen zijn ook echt gegroeid, maar zeg maar ontspanning gewoon. Ja. Bizar. Ik heb dat nooit nog gehad hoor, bij de kapper. Omdat het hier zo relaxed is, denk ik. Er zijn heel veel mensen, hè? Dat ze dan hier echt volgen als uitje. Ik heb dat ook als ik bij mijn ouders ben bijvoorbeeld en dan gaan ze lekker koken en dan, weet je, is het ook heel relaxed. En dan krijg je stort in, maar op een soort van ontspanningsmanier. Nou, dat heb ik hier dus ook. Het ligt dan daar in zo'n lichtbed en dan zit ik gewoon lekker te werken, maar ik ben echt helemaal sleepy. Normaal. En nu krijg ik koffie. Maar de salon is ook gewoon zo mooi. Ze werken hier dus met 6 meiden, maar het is hier echt enorm. Wauw, dat dit mijn werkplek was. Echt, wauw. Kijk dan hier allemaal. Jullie hebben wel heel veel plekken ook om te knippen, zeg? Ja, 11. Ook 11. Alles 11. Ja, 11 plekken om te knippen en 12 om te kleuren. En die lichtdingen? Zijn er 6. Oh ja, 6, zei je. Ja, kijk hoe mooi het eruit ziet hier. Echt prachtig. Lekker koffie. Eerst even een spray in. Dit is een witte beschermer en een soort van spray ook nog. Van Insiders? Ja. Is alles wat je gebruikt daarvan? Nee, niet alles. Wel deze, My Hero Wonder Spray. Ja. Yeah. Die is echt super fijn. Oh, yeah. Favorite. Het ruikt ook allemaal lekker. Erin. Ja. Maar ook als ik bijvoorbeeld mijn haar ga krullen of zo, doe ik hem dan ook nog in droog haar. Oké. Okay. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Oh nee, geen New Year. Ja, wel, nieuw schooljaar. Lekker aan het vegen. Oh ja, haar. Oh ja, oh mijn haar. Oh, je ziet hier ook echt zo'n blonde pluk tussen. Een grijze. Zie je hem? Ja. Nou, huh? Dat is toch niet mijn haar, dat andere? Nee. Oh, ik denk al. Oma, wat reis leeg. Ik ben weer thuis, jongens. Ik heb nog helemaal mijn after niet gefilmd. Want ik was bij mijn oma en ik ben helemaal bezweet. Maar zoals jullie kunnen zien is het wel wat donkerder dan in eerste instantie in gedachten hadden. Maar het is een toner, dus het wordt nog lichter. Eventjes wennen hoor. Het is echt best wel donker. Maar mijn haar is zo zacht. Die glossbehandeling is wel echt geweldig. Kijk, zien jullie hoe donker het is? Ik ben heel benieuwd als ik het een paar keer heb gewassen hoe het dan is. Want dan is het hoe ik het zeg maar echt heel graag wil. Maar als je dat nu al doet dan, ja, ik kan beter wel donkerder beginnen zeg maar. Maar ja, het voelde echt, dat zei ik al, echt als een dagje spa bijna of zo. Je voelt je bij Salon B zo, mensen zeiden dat altijd al, maar het is echt zo. Nu heb ik het zelf ervaren. Het voelt zo luxe. En deze behandeling was trouwens knippen, de toners, de gloss zou iets van €170 zijn. Zodat jullie het weten. Maar we hebben dus een hele vette winactie, want je kunt dus ook precies zo'n behandeling winnen. En daarvoor moet je even naar mijn Instagram gaan. Mijn haar is echt heerlijk zacht. En in bepaald licht valt het ook weer anders qua kleur. Oh, batterij leeg.
Hallo jongens, ik heb helemaal niet meer gevlogd. Ik ga trouwens maandag terug naar de kapsel. Ik ga er wat highlights in zetten, omdat het nu echt donkerbruin is en ik het liefst gewoon lichtbruin ben. Ik ben trouwens al voor de vierde dag super gezond aan het koken. Want ik had per ongeluk 2 maaltijdboxen, wat ik helemaal niet wilde. En daardoor had ik super veel eten. En wat ik nu steeds doe, is de koolhydraten niet gebruiken. Want rijst is super lang houdbaar, die aardappel kan ik langer bewaren. En dat soort dingen, pasta. En dus juist meer groente gebruiken uit 2 gerechten. En het vlees wat erbij zit. Dus dit is echt weer super gezond. De eerste dagen had ik dan zelf nog bonen toegevoegd. Want pasta is bijvoorbeeld 3 keer meer calorieën dan bonen. Maar dat deed ik gisteren niet. Toen had ik biefstuk. Ja, best wel veel vlees dus. Maar goed. En ik wil ook echt weer aan mijn lijn denken. Dus ik hoop dat dit werkt. Toen had ik biefstuk met heel veel paprika. Heel lekker. En spinazie. Nu heb ik hier een paprika pikkel. Met limoen en kokosras. Hier heb ik biefstukpuntjes. Kokosras. Persbonen, daar heb ik zelf nog een courgette bij gedaan. Ik kan nog een courgette liggen, want ik wil gewoon geen voedselverspilling meer. Dus ik gooi alles erin, zodat ik alles opmaak. En dit is dan het gerecht. Niet heel bijzonder vanavond, maar wel heel gezond en lekker. Kijk, het is uiteindelijk heel veel, want ik eet dus voor 2 personen vlees en voor 2 personen groenten. Van 200 gram vlees en iets van 400 gram groenten of zo. Maar ik hou meestal wel wat over, de vorige dagen ook. En ja. Ik wil gewoon niks weggooien en ik denk dat het wel goed is. Ik weet niet of 200 gram biefstukpuntjes misschien te veel is. Maar ik heb verder alleen maar koolhydraatarm brood met slankje gegeten. En een beetje kwark en een koffie. Dus ik ga straks calorieën invoeren. Maar vaak zit je hiermee maar echt op 600 calorieën of zo. Hallo. Oh ja, hij is inderdaad wel groot. Al mijn collega's. Zo, leuke bril, valt op. Iedereen lacht altijd als ik dit op heb. Maar niet uitlachen, maar wel vrolijk lachen. Jongens, ik ben naar school gefietst. Maandag ga ik trouwens terug naar de kapper. Ze zei ook van ja, soms moet je gewoon een kleur proberen om te weten dat je het niet fijn vindt. In ieder geval, ik ben op de fiets naar school gegaan. Ik ging om 2:50 of zo weg. Heel hard fietsen, zodat de brug niet snel open kon gaan. Orders weggebracht, want blijkbaar kan dat dus al vanaf 7:30. Al die sale orders, anders moest ik daarmee fietsen. Dat is fijn, toen fietste ik om 4:54 daar weg. En ik was hier om 7:08. Dus 14 minuten gefietst, maar ik heb heel hard gefietst. Ik kon niet echt harder. Dus ik had geen stoplicht tegen, ik had niks tegen. Dus ik denk dat op zo snelst is het 14 minuten en op zo langzaam misschien 17. Maar hoe lekker. Ik bedoel, ik heb nu wel vandaag een broek aan. Dus ik ben wel met een beetje zweterig. Dat vind ik niet zo chill. Maar hoe lekker is het. Ik fiets denk ik ook sneller omdat ik geen jurk aan had. En niet steeds mijn jurk naar beneden hoef te duwen. Maar hoe lekker is het om gewoon nu al wat bewogen te hebben. Ik bedoel, het is niet veel. Maar die frisse lucht, het is zo goed voor de mens. Je wordt er zo lekker wakker van. Even voor een oud meisje uit mijn klas. Een meisje van vorig jaar heb ik even het wolkenkleedje. Want er was iets en ik wou haar dit geven om haar te cheer her up. En verder gaan we dus om 4:00 naar thuis op Ruggefeest met 3 hele leuke collega's. Super veel zin in. Oh ja, ik was dus aangekomen en ik heb nu dus 4 dagen heel gezond avond gegeten. De eerste twee dagen groente, bonen en vlees. En nu 2 dagen alleen vlees en groente. En ik ben bijna die kilo weer kwijt. Dus daar ben ik super blij om. Ik heb dus dit brood, dat ga ik ook weer eten met slanky. Het is echt wel lage koolhydraten en mager, maar ik vind het echt niet erg. Dus ja, en nu moet ik even als een gek spel op maat gaan klaarleggen. Dus 6 verschillende spellen op tafels en het bord, dus doei! Oh, het is helemaal donker. Hallo, ik durf niet te vloggen, ik vind het wel gemakkelijk. Nou, het voelt maar zo. Ik zit hier met een collega en we gaan koffie drinken. Ja, ik ben toch om die oorbies erin vallen. Onherkenbaar. Jij staat er niet op. Choco-oorbies. Wil jij erop? Maakt mij geen uit, joh. Ik ben toch onherkenbaar. Oh, incognito. Moet alles erin? Ja? Jij houdt van zoet. Vrouwen van 40 en ouder uitgaan. Ik denk een koffie op een terras. En barbe chocobel. Hallo, ik ben 26. Ja, oké, nou maar jij vindt het onzoet, toch? Oh ja, ja. Jij mag er toch ook op? Ja hoor. Ja, gezellig. Leuk, hè? Heel leuk. Jordan heeft al iets van 3 keer in mijn vlog gezeten. Hallo, jongens. Ik ben zo blij dat weekend. Het is niet normaal. Ik ging wel pas om 12:30 slapen. Oh nee, dat gaan we niet doen. En ik was om 6:30. Nou, even snel. Ik was om 11:30 wakker. Dus ik heb lekker bij een kwartiertje bed gelegen. En nu kan zo de pakketjes kunnen worden opgehaald van ezels en zo. Niet gaan fluiten, schat. Dus ik moet die even snel inpakken. En ik ga met Ro niet uit Amsterdam, maar we gaan naar Sluis in Bruggefeest. Want ik was daar dus gisteren met mijn collega's en het was zo leuk. Dus we gaan om 8:00 erheen. Zij komt met de fiets, ik kom met de fiets.
Daarvoor wil ik... Hou op, mijn weekvlog. Daarvoor wil ik mijn weekvlog online zetten. Bolly! Sorry jongens, soms is er niks aan te doen. Daarvoor wil ik mijn weekvlog online zetten. Het liefst ook alvast een volgende weekvlog online zetten. Ik wil vis-à-vis kijken. Echt, voor mijn gevoel heb ik heel lang geen vrij gehad ofzo. Woensdag was natuurlijk niet vrij. Vorige week zondag was ik niet vrij. Dus heerlijk. Ik was hier ook zo erg aan toe. Dus heerlijk genieten en dan vanavond heel leuk, lekker uit, zeg maar, in wezen. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik ga ook nog even opruimen, want kijk, het is niet echt netjes. Jullie denken misschien, dit is heel normaal. Maar Wolly, sinds hij terug is van logeren, is hij niet zo heel erg zijn leuke zelf meer. Oh, nu stopt hij net. Maar hij was weer helemaal lief en cute aan het doen. Dus dat maakt mij blij. Ik heb net allemaal de toertjes verwerkt. Ik zit dus te wachten met haar wassen, omdat ik mijn haar gewassen mis ik de deurbel. En tussen 11 en 3 zouden ze mijn pakketjes komen halen van ASOS en Bekamp. Had ik helemaal al 3 dagen geleden ingevoerd. Het is heel mooi. Die staan hier netjes klaar. Maar het is 10 voor 3. Dus ik ben bang dat het weer niet komt. Want dit zou eergisteren worden opgehaald. En is ook niet opgehaald. Maar ik heb hier mijn weekvlogjes aan het renderen. Retourtjes zijn verwerkt. Heel veel. Die ga ik eventjes op de site zetten. Langer dan erbij stond, dus ik heb nu een beetje tijdstress, maar het ziet er wel heel erg culinair uit. Heel lekker, zelfgemaakte wortelpasta en zo. En het ruikt super erg naar eten in mijn huis, maar ik ga hier lekker van genieten en me opmaken. Ja, jongens, is het eraan? Ja hoor. Ik durf het gewoon echt niet. Jongens, het is zo'n geweldige avond. Ja, ja, ze komt eraan. Nou, super gezellig. En het is... Serieus tegen en zei vrouw. Nee. Zei die, nee, ik heb niets gedaan. Echt, hij zei wel, ik hoorde het maar, oh, het was geen 16 jaar, hij was 25. Nee, hij was gewoon een volwassen man. Heel zei die, nee, ik zei niks. Zei ik, jawel, toen zei hij echt nog heel veel te leren. En eerst deed we wel ook meteen wat, toen dacht ik, oh, dat moet ik echt niet doen. Maar ik ben in shock. Ja. Het is lekker. Ik ben echt in shock. Ik hoor dat, als ik dat zou horen, zou het een vrouw zijn, maar ik hoor dat nooit eigenlijk, ook niet op YouTube. Nee, maar ik dat is nooit het haat over dik zijn. Nee, maar dat is het hele ding. Heel hij, erg vind hij, ik het. Dat is een heel kinderachtig ventje die toch. Ja, maar ik vind het echt erg. Ik ben Gouda. Deze man, die had een compliment gegeven over hoe aardig ze waren. Zulke lieve mensen, maar zij vond het leuk wel. Ik wil niet veel, maar we hebben zo'n grappige avond. Super veel herinneringen van vroeger. Ik ben nu 23, toen ik 13 was, liepen we hier al. Ja, heel leuk. Ik moet nog even vlokken. Ja, ga even vlokken. Jongens, het is al heel lang afgelopen, maar we waren nog heel lang aan het kletsen. Toen gingen we nog een rondje lopen. Het was 1:30, nu is het 2:30. Serieus? Het was zo leuk. Ik hou zoveel van Romy. Ja, het was echt we houden echt zoveel van. Ben jij mijn oudste vriendin van langs? Langer dan Lin? Nee, Lin was al voor mij. Maar ik kwam vlak na Linda. Oh ja, maar ook wel bijna 12 jaar. Toen 11 jaar. Ja, lang al. Ik was 13. Ik ben nu bijna 24. Jeetje. Mijn 13e verjaardag ik vierde ik met jou. 15. Nee, jij was bijna. Ik jij was 15, ja. 16. En ik oh, was nou, mijn sweet 16 kreeg ik zeep.
En ik had zo hard mijn best gedaan, maar dat cadeau sloeg echt zo grappig. Oh, maar jongens, het was een hele leuke avond. Ik heb er heel weinig gefilmd. Ja, het was echt super gezellig. Als je me niet op Instagram volgt, daar heb ik gewoon allemaal leuke filmpjes. Vooral zij heeft leuke filmpjes gemaakt. Volg mij, Robin Jantina. Ja, volg ook even. Doei! Ik ga lekker naar huis fietsen. Ik ben zo blij dat ik met de fiets ben gegaan. Het ging heel hard regenen. Terwijl ik bijna een Uber nemen. Dit is mijn tijd. Ja, dat is leuk hè. Dit is mijn fiets. Jongens, dat is een hele leuke avond. Hoi. Hi. Ik weet niet wie zij is. Ik heb haar camera gestolen. Inmiddels is het al 2:30. Ik reed nog even langs Omoco. Ik dacht, ik ga daar nog even chillen. Dus ik heb nog wat met wat gasten gekletst van 22 of zo. Dat was wel gezellig. Dit was dus mijn outfit. Mijn nieuwe Sasha schoenen. Heel leuk, want deze broek is vrij kort. Goed. En ja, wel lekker om weer een keer een broek aan te hebben. Een blouseje van H&M van Divide, dat had ik laatst gekocht. Een zwarte haar. Had me nu op zich wel bevallen, maar het wordt dus lichter maandag. Hey baby, het is bedtijd. Ga slapen. Oh, nou, geweldige avond met Ro en ik ga lekker slapen. Doei. Hallo jongens. De kater valt mee hoor. Ik heb lekker van 4 tot 12 geslapen. Toen heb ik mijn weekvlog geëdit. Ik heb trouwens weer gewoon dit aan. Want ik dacht, ik ga niet in een joggingbroek. Dat gaat te ver. Het is nu 4 uur of zo. Om 6 uur gaat de supermarkt dicht. Ik ga lekker op de fiets. Weer een kwartiertje fietsen. Ik wil alleen wel een paar zware dingen halen. Maar ik dacht, toch ga ik fietsen. Want ik wil gewoon fietsen. En de kater valt reuze mee. Ja. Thuis? 6:10 al. Het was heel lekker om te fietsen. Op de weg had ik super veel tegenwind. En op de terugweg had ik 2 tassen aan mijn benen. Dus moest ik zo met mijn benen zo wijd fietsen. Dus heb ik eigenlijk vooral heel weinig gefietst. En liep ik me een beetje rollen door de wind. Ik heb heel veel boodschappen gedaan. Had ik dat verteld? Ik wou dus online bestellen. Deze week. Want er vet zullen 1% gratis acties waren. Maar toen zag ik dus. Ik was een beetje vergeten. Dacht ik gisteren. Oh ja, bestellen. En dan laat ik het wel volgende week bezorgen. En dan geldt de bonus dus niet, want je pint aan de deur. Dus toen ging ik daarom vooral nu nog even naar de supermarkt. Er waren bepaalde producten met 1+1 die ik heel chill vind. Zoals de Slanky was 1+1 en die eet ik heel graag. Daar heb ik 6 van. Maar mijn koolhydraat arme brood was er niet en daar baal ik best wel erg van, want dat heeft me juist zo goed geholpen. Nou, ik heb ook bijvoorbeeld biologisch tartaar gekocht. Het zag er lekker uit dan gehakt. Dus ik neem aan dat je het ook gewoon kan bakken, want de ingrediënten waren hetzelfde. Ik heb optimaal kwark aardbei. Ik eet een halve bak per dag. Sinaasappel, abrikoos. Ben je goed stil, Bol? Super. Uien voor bij groenten. Bij de Lidl heb ik oesterzwammen. Olijven van Lidl. De carbonel het lekkers, maar ik vind het toch een beetje overdreven. Want het is gewoon dubbel. Nog meer Slanky. Hallo, schat. 2 pakken soep. Ik wilde eigenlijk meer. Oh ja, ik heb deze gekocht. Oh, 2 pakken meel 30 plus oud. Dit is de vaat van die... Even net gedraaid, dus ik ga even uitruimen. Nou ja, Linda's kwark. Linda's favoriete kwark is dit dus. Linda's. Daar heb ik ook 4 van gehaald. Volle melk weer. Ik haal steeds zo eentje, want... zeg maar, ze hadden 7 dagen houdbaar, maar zo groot krijg ik niet op in 7 dagen. Ik kwam nog kinderen tegen uit mijn klas van vorig jaar, dus die ging paprika's laten wegen. En kijken wat de verdedigste was. Bij de Lidl heb ik 2 pakken van deze kip. Ik heb sugar snaps. Oh, ik heb heel veel groenten gekocht. Deze paprika's vind ik handig voor mij naar werk. De kinderen noemen het hap-paprika's. Ik heb een courgette. Echt super goed. Dan ga ik deze vlog hier weer afsluiten, want het is inmiddels weer maandagochtend, zoals je kan zien. Bedankt voor het kijken. Het was niet heel erg veel deze week volgens mij, maar als je hem leuk vond, even je duimpje omhoog. En tot volgende week vlog. Doei!